Nou, we staan hier nu bij de prairiehondjes en we krijgen vaak de vraag van bezoekers of het wel goed met ze gaat. Nou, met de prairiehondjes gaat het super. Ze liggen alleen vaak te slapen en dat doen ze dan pal in het zicht boven de grond als het een lekker warm weertje is. En dat doen ze op de gekste manieren. Ze liggen dan helemaal uitgerekt met hun buik op de grond. Of ze gaan een beetje in een zithouding zitten en dan met hun hoofd tegen de grond aan. En dat ziet er een beetje bijzonder uit. Maar dit is voor hun echt rusten. En je ziet vaak als ze aan het rusten zijn, dat ze dan eigenlijk een beetje hetzelfde als stokstaartjes. Dan zie je ook vaak dat een paar dieren de wacht houden en een paar dieren of eten of slapen of niks doen. En dan zie je eigenlijk hetzelfde. 'S Nachts slapen ze vaak in de holen. In hun holen hebben ze echt slaapkamers. Dus daar slapen ze overdag niet.